Er moeten minder feesten komen in het stadspark. Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad. Er zijn veel klachten over de feesten, omdat die voor behoorlijk wat geluidsoverlast zorgen. De gemeenteraad stelt voor om de feesten meer over de stad te verspreiden. Het stadsbestuur wil juist van de drafbaan een evenementenlocatie maken en komt in de loop van volgend jaar met een nieuw plan. En het sluiten van de drafbaan in het stadspark kreeg ook geen meerderheid in de gemeenteraad. Volgens het stadsbestuur kost het onderhoud van de baan 100.000 euro per jaar en dat is te duur. Maar volgens het bestuur van de drafbaan ligt dat bedrag veel lager. Ook hier wil de gemeenteraad meer informatie over ontvangen. Groningen staat de komende dagen volledig in het teken van tennis. Voorafgaand aan de loting in het stadhuis voor de Davis Cup wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk was de Grote Markt het toneel van tenniswedstrijden tussen scholieren. De loting koppelde Robin Haase aan Andreas Heider-Mauer. Die wedstrijd wordt morgen vanaf 1 uur gespeeld. Daarna neemt Timo de Bakker het op tegen de kopman van de Oostenrijkers, Jürgen Meltzer. Ook zaterdag en zondag wordt in de Martini Plaza gespeeld. Als Nederland wint, gaat de ploeg naar de wereldgroep.